Welkom bij alweer een nieuwe video van de Mandala Academie met elke maand een nieuwe mandala om je te laten zien hoe je hem tekent. Gewoon pure inspiratie. Staat los van de online cursussen die je bij me kunt volgen. Wat hier zo leuk aan is, en die maandelijkse mandala, is dat ik alleen maar een paar voorzetjes geef. Een beetje input, een beetje, ik noem dat anti-lege bladvreeslijnen. Zodat als je zin hebt om mandala te tekenen, maar je denkt, ja, waar moet ik beginnen? Je pakt er zo'n video bij en je bent los. In een cursus leer je hele andere dingen. In een cursus leer je echt technieken van tekenen, van kleuren. Verschillende onderwerpen komen aan bod. Je duikt echt een beetje ook in je innerlijke zelf met die mandala. Deze video's, deze maandelijke video's, zijn puur creatieve inspiratie. Dus ik hoop dat je de Mandala Academie ook al volgt op YouTube, Facebook, Instagram kun je het allemaal volgen. En op YouTube kun je zelfs, als je je abonneert, op het belletje klikken. En dan krijg je iedere keer als ik een video upload, automatisch een notificatie van YouTube. Dan ben je echt de allereerste die video's ziet. En via de nieuwsbrief, de Mandala mail, krijg je vervolgens ook bericht. En twee dagen later, 1 of 2 dagen later, verschijnt hij dan op Facebook. Dit is de mandala voor september. Ik heb niet echt een naam. Ik heb niet echt een thema. Ik vond dit een leuk dingetje. Ik zag ergens een vorm die hierop leek. En dit is wat ontstond. En ik dacht, oh grappig, dat ga ik in die mandala zetten. Dus dat is wat ik je eigenlijk een klein beetje wil laten zien. Dit effect, dat er zo'n vorm uitkomt, een beetje diepte effect en voor de rest gewoon een paar vormen en dingetjes ter inspiratie. Ik heb alvast een kruisverdeling gemaakt, want we gaan uiteindelijk een 12-verdeling doen. Even kijken hoor, ik heb nu deze kruisverdeling gemaakt. Vanaf hier kunnen we die 12-verdeling ook heel makkelijk doen. Maar laten we eerst de hulpcirkels even zetten. En ja, ik heb gewoon maar de maten genomen zoals ze ontstaan zijn in mijn tekening. Want wat ik eigenlijk altijd doe voor de maand mandala is, ik ga gewoon tekenen. En wat er komt, komt er. En daar maak ik een video over. De eerste cirkel is met 1,3 centimeter in je passer. De tweede met 1,6. En als dat 1,4 en 1,7 is, gaat er ook niemand huilen, hè? Zo, dat is die. Dan 3 centimeter. Deze maten zijn, komen echt. Het is geen ontzettend geometrisch ontwerp waar levens van afhangen of enorme geschiedenis aan zit. Dus het hoeft allemaal helemaal niet op de millimeter nauwkeurig. Het is geen wiskundeles. Het is plezier maken. Moet ik wel de maat blijven noemen. 3,5. De volgende is 6,5. Ze maken een grotere sprong. En ik heb hier een vierkant papier, maar je kunt dit prima op A4 doen. Hè? Dit papier is 20 bij 20, dat komt overeen met A4 formaat. Na 6,5 komt 7,5. En dan heb je nog ruimte over op je papier. Mocht je nog een andere rand eraan vast willen maken, dan kan dat. Dit is het voor wat betreft mijn uitleg. Dan heb ik deze twee lijnen met pen gedaan. En daar vervolgens iets tussen gedaan. Dus dat is wat ik je wilde laten zien. Dat hier zit die pen. Dat is tussen deze twee in. En dan ga ik je nu laten zien hoe je die 12-verdeling maakt. Met alleen de passen. Want er zijn verschillende manieren om verdelingen te maken. Ik heb nog steeds die 7,5 centimeter van die buitenste cirkel in mijn passer. Dan ga ik met mijn passerpunt op de kruising staan van de lijn met de cirkel. En dan zwaai ik naar links en naar rechts en ik zet op de rand een markering. Dat doe ik vanuit alle vier. Die hoeken. Wat je dan doet, is dan verdeel je die kwarten die je had door die kruisverdeling weer in 3 stukken en 3 maal 4 is 12. Ik heb nu, zie je, dus 1, 2, 3 stukken in ieder kwart.
dan kun je die lijnen met elkaar verbinden door een lijn te trekken van die markering dwars door het midden naar de markering waar je dan uitkomt aan de overkant. Ik zou dat een beetje dun doen als ik jou was, want het meeste daarvan ga je weer uitgummen. En hoe dunner je dan tekent, hoe minder van die groeven in je papier dat je krijgt en hoe minder hard je hoeft te gummen. En dan heb je dus een 12 verdeling. En dat is de basis voor deze september mandala. Wat ik dan heb gedaan, is ik heb na... Ik zal even de blanco versie erbij pakken die ik had gekopieerd voor ik ging kleuren. Ook te downloaden als kleurplaat op mandalaacademie.nl. Buiten deze cirkel, dus buiten deze cirkel, daar heb ik... Dan moet ik even kijken of ik dat nou op de verdeling heb gedaan. Volgens mij wel. Ja, dat heb ik op de lijn gedaan. Daar heb ik een beetje die bladvorm getekend. Dan ga ik niet al die lijnen voordoen, want hoeveel ruimte je daartussen laat, moet je zelf weten. Hoeveel hulpcirkels je daar nog over trekt, moet je zelf weten. Ik bedoel, deze is er ook. De volgende, deze, is een pure gok geweest. En de buitenste... komt tot, nou zelfs tot hier heb ik hem getekend. Dus hoe je dat, kijk zo, en dan netjes, zo. Dus ik doe er nog één. Hoe je dat voor jezelf indeelt en of je zoveel lijnen wil gebruiken of alleen maar de kleinere en de grotere blaadjes. Dat laat ik aan jou over. Zie je, dus zo heb ik er 6 gemaakt. Als ik er steeds 1 oversla, 3, 4, 5 en 6. Daartussen heb ik die vorm getekend. Ik zal dat even met pen doen. Dus deze lijnen heb ik ook laten staan. Dat zit hier. Kun je doen, kan je laten. Moet je helemaal zelf weten. Ik heb ze laten staan. En dan heb ik daartussen die, deze vorm getekend. Ga ik heel even dubbel checken. Ja, dat komt tot aan deze lijn. Dus ik heb daar eerst dit gedaan. Dan heb ik tot net onder deze lijn. Daar kan je ook als je wil een hulpcirkel voor trekken. Dit en nog eentje verder. Tegen deze lijn aan heb ik dat gedaan. Dus als je een punt zoekt om je op te focussen, heb ik... nog zo'n lijn getekend. En dan is het een kwestie van... ja, hoe noem je deze vormen? Je ziet wel wat ik bedoel, toch? Een beetje een punt eraan. Dus je begint... deze begint weer lager dan dit punt en je maakt zo'n... hoek omhoog. Ik zal je zo laten zien waarom dat is. Want nu ga je hier vanuit een vorm trekken en hier vanuit. En dan bedoel ik, met hier vanuit bedoel ik, niet vanuit die punt. Ergens in die vorm. Hier ook niet vanuit die punt. Ergens daar die kant op. Want dan kun je die bolling zo daar tekenen. Ik zal hem zo dadelijk wat groter voordoen. En als je dit dan zwart kleurt, wat niet hoeft, maar ik doe dat nu eventjes om te laten zien wat dan het resultaat is. Dan zie je dat die vorm zeg maar omhuld wordt door die hieronder. Dus als ik dat nou eventjes gewoon op de achterkant van het papier groot voordoe, dan heb je deze. Daaromheen doe je dit. Even een beetje overdreven. Dit kun je overigens zo vaak doen als je wil. Je kan deze vorm zo groot maken als je zelf wil. Je gaat die punt tekenen. Dus vanaf ergens op ongeveer 2/3 van die lijn. Kun je hier tegenaan doen. Je kan hem hoger doen. En dan maak je eigenlijk een beetje... ja, dit is een beetje zo'n driehoeksvorm. Zie je dat?
Nou ja, daar, ik heb daarin dan een beetje zo met stipjes gewerkt. Omdat ik dat gezellig eruit vond zien. Ik weet niet eens of je dat kunt zien, maar ze staan hier. En ik heb vervolgens invulling gegeven aan die bladpunten. Invulling gegeven aan dat wat ertussen blijft. En ik heb die vorm ingekleurd. Ik zal je het nog één keer laten zien. Dus je hebt hier die punten. Daartussen dat cupcake-achtige pompoen-ding. Ik weet niet hoe het heet, wat het is. En dan heb ik ook nog opvulling gemaakt. Ja, zou het met Halloween zou het door kunnen gaan voor een vleermuis. Maar wat ik eigenlijk heb gedaan is vanaf dit driehoekje, zeg maar, het midden daarvan, hier naartoe. Zie je dat? En dan nog een keer vanaf hier deze vorm opgevuld. En dan nog een keer eentje zo bovenop. Dat is hoe het bij mij is ontstaan. Een beetje een groeivorm. Nou, en als je dat rondom herhaalt, dan is ongeveer dit, want wat je invulling wordt, moet je natuurlijk zelf weten, ongeveer dit het resultaat. En dan wens ik je vreselijk veel plezier met het uitwerken en het inkleuren van deze septembermandala. Laat me trouwens heel even zien op Facebook, Mandala Maandag. Elke maandag post ik op Facebook een Mandala Maandag waar je in een reactie jouw tekening kunt delen. En die komt dan op vrijdag in de collage te staan. En uiteindelijk ook op de website één keer in de maand in een collage. Op mandalaacademie.nl onder tekentips kan je kijken. Nou, nogmaals, abonneer je eventjes op YouTube. Klik op het belletje en zie ik je volgende maand weer. Doei!